In het kader van de Dag der Verpleging op 12 mei heeft de Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname, de VVS, gisteren een driedaagse gezondheidsbeurs geopend. Het thema van de beurs is Dringdresi Waktisiki, Be Prepared, voorkomen is beter dan genezen. De VVS heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO deze beurs georganiseerd in het Flamboyant Park. Het thema dit jaar voor de Dag der Verpleging is Nursing a Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals. Volgens Liefda Somo, president van de VVS, moet de regering ervoor waken dat de economische situatie niet gaat verslechteren, omdat het van grote invloed is, ook op het werk van de verpleegkundigen. De VVS draagt bij aan de ontwikkeling van verpleegkundigen, zodat zij ten alle tijden evidence-based kwalitatief goede dienstverlening biedt aan individuen, gezinnen en gemeenschappen in Suriname. In deze Nursing Week wenst de VVS een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de Surinaamse gemeenschap als het gaat om een gezonde leefstijl en goede gezondheid. Als invulling op het thema en ter ondersteuning van Health and All Policy van het ministerie van Volksgezondheid. Surinaamse verpleegkundigen hebben zich steeds vredig, maar vooral begripvol opgesteld tegenover beleidmakers. Ondanks het feit dat wij bewust zijn van onze bijdrage, welke geen betoog behoeft. Ik doe een beroep op de regering om ervoor te waken dat de huidige financieel-economische omstandigheid van het land niet mag leiden tot het verslechteren van de werkomstandigheden van de verpleegkundige beroepsbeoefenaren. Volgens Edith Tilon, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, moet een verpleegkundige een zichtbare leidende rol vervullen. Het verpleegkundig beroep heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een beroep met een duidelijke wetenschappelijke binding, zegt Tilon. De traditionele verpleegkundige scholen zijn daarom ook wereldwijd omgebouwd tot verpleegkundige faculteiten, studie van verpleegkundige specialiteiten of specialismen, zoals verpleegkunde management en verpleegkunde informatica, kunnen nu ook op het niveau van master en doctor worden gedaan. Ik verwijs ook naar de ontwikkelingen in Suriname bij onze opleiding verpleegkunde en naar alle andere ontwikkelingen in de zorg, waarbij het bereiken van universal health mogelijk is door het versterken van primary healthcare en de toepassing van health in all policies, zoals president mevrouw Somo het ook al heeft gezegd. Edith Tilon, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, zag u als laatst. Ze sprak gisteren tijdens de officiële opening van de driedaagse gezondheidsbeurs. Die wordt gehouden in het Flamboyant Park. De VVS heeft na de opening een award uitgereikt aan het Sint-Vincentius Ziekenhuis dat de meeste verpleegkundigen heeft die zijn aangesloten bij de vereniging.